Dit is het moment dat Martijn van der Laan nog een protte lijst van had. Maar in kopduel komt hij volslaand verkeerd del en hij riep naar de schouderbonken. Van der Laan is dan een vraagteken van Van Ien. Maar er is gelukkig niks kapot. Hij heeft wel een flinke klap gemaakt. Ja, en het zal aan hem liggen van hoe hij de pijn kan verdragen en of het verantwoord is om te spelen. Mart Dijkstra, die erom komt van een schorsing, is de meest logische vervanger van Van der Laan. Maar ook Leon Broekhoff is een optie. Cambuur speelt vreedt maar 1-1 ligt zijn telstaat. In de minne eerste helft komen de Leuters maar 1-0 achter met een doelpunt van Serge Hoefdraad. De tweede helft is een stuk beter van Cambuur kant en de ligmaker valt pas let. Het is wel een prachtige val van der Laan op Rozen, die in één keer subtiel terug op Oebele Skokker en die haalt het hut uit. 1-1 en dat is echt de eindstand.